Ik ga ze nu voorstellen. Twee mannen België. We beginnen met de eerste. Alexander Dirk staat voor België. Simon Geens. Voor het talententeam West. U weet de zee het hoorn. Mr. Joey Knapp. Voor fietscrossvereniging Geldermaassen. Tom Gaulozen. Tour de Belgique voor België. Pieter Leroy. Voor de IJsselcrossers. Nico Elbers. Voor Apeldoorn. Mika Palsgraaf. Voor het Twentse Ros, Nick Bloemendaal. En last but not least, voor Liam Dol Valkenswaard, Rick Pippers. Succes. Finale topcompetitie 2013 in Zoetermeer. We zullen weg met de categorie Boys 13 jaar. Maar een goede start daar voor de Belgen. De Belgen zijn goed vertrokken hoor. Het is Simon Geens. Met de andere Belg, Pieter Leroy. Dat betekent dat de Nederlanders momenteel op achterstand staan in deze leeftijdscategorie. De categorie 13-jarige. Het is inderdaad de man met nummer 24, Simon Geens, die aan leiding gaat. Hij neemt daar zijn landgenoot met zich mee, Pieter Leroy, de plaats nummer 2. En wie is van de beste Nederlander die kan volgen? Dat moet Nico Elbers zijn. Elbers inderdaad op de derde plaats, de man met nummer 57. Hij is degene die nog aan kan haken bij de Belgen. Maar de Belgen domineren in deze leeftijdscategorie. De categorie boys 13 jaar. Simon Geens, gaat hij naar deze video zijn landgenoot? Nee, zijn landgenoot komt nog mee. Niet, de 24, Simon Geens, hem gewoon niet verliezen. Hij gaat de eerste plek waarschijnlijk kwijtraken aan die andere man.